jungle. Het is wel een heel gedoe. Mijn eerste vlog, maar het gaat lukken. Ik ben hier bij het kennisfestival over vers bestuur. En ik vind het ontzettend leuk om daar met mensen over te spreken. Wat gaan we doen naar de toekomst? Ik begin nu met mijn openingswoord. Menno, neem jij het even over? Ja, ik wil nu graag eigenlijk even vertellen waarom we hier zijn. Want het gaat ons om het betrekken van inwoners bij de gemeente, bij de provincie. Om hun ideeën eigenlijk te vragen voor hoe moeten wij het doen. En waarom doen we dit nu? Omdat natuurlijk er zoveel ideeën zijn in de samenleving die wij als bestuurders lang niet altijd kennen of weten of zien. Samen maken we de samenleving. Wat is de grootste uitdaging? Niet alles kan natuurlijk wat u bedenkt. Maar u kunt wel een heel goed idee hebben. En dan moeten wij als gemeenteraad, als provinciale staten zorgen dat het ook echt wat wordt. En soms moeten wij ook gewoon niks doen, op onze handen zitten. Want dan kunt u het zelf. Wat is nou een goed voorbeeld van vers bestuur? Dat laat ik Rolf van de gemeente Olsweijer eens even uitleggen. Daar gaan we. Heb jij een goed voorbeeld van vers bestuur? We hebben problemen met de IJssel. Dat moet schoner en beter. En het is natuurlijk leuk als overheid wij wat bedenken. Maar het moet van de burgers komen, de mensen die daar wonen. Okay. De partijen die daar zijn. Wij willen graag dat wij hun vragen, hun initiatieven aan ons duidelijk te maken. En dat we daaruit dan na gaan kiezen wat dan de beste oplossing is. En hoe doen we dat door een prijsvraag, volgens mij? Ja, want we moeten uit die starre denkpatronen, dat die burgers dat nou eens een keertje neerzetten. Dat gaan we doen. We gaan er een prijsvraag van maken. Dankjewel. Zo, dus deel je idee voor de IJssel in Overijssel. Ben heel benieuwd. En wat ik ook nog wil zeggen, de komende weken nog veel meer vlogs van mij en alle gedeputeerden om duidelijk te maken waar we mee bezig zijn.